Dat is een groot verschil, hoe ons leven er voor 5 november uitzag. Actief, levendig, met twee jonge kids. René was volop actief in de voetbalwereld. Ja, ik zal even helpen. En ik ben zelf aan toe rijden. Gaat het, Lolly? 5 november ging René met de jongens naar ON. En ik kwam wat later. En toen tijdens de wedstrijd voelde René zich niet goed. En toen bleek dus daarna in het ziekenhuis dat René een hersenbloeding had. We hebben heel lang niet geweten, hè, hoe komen we hier uit en welke kant gaat het op. En op een gegeven moment kwam de conclusie van ja, René heeft het locked-in syndroom. Nou, toen moest René revalideren en als eerste zijn we naar Bossenduin gegaan om pre-revalidatie te volgen. En vanuit daar is René revalideerbaar geworden en toen zijn we naar Roesink gegaan. En daar hebben we de draad weer verder opgepakt. Nu zijn we thuis. Ik zei nog ja. Dat heeft Steve LeMay met zijn vrouw toen opgepakt. Toen hebben ze dus de crowdfunding opgezet en dat ging vliegensvlug. Er is ruim 100.000 euro binnengekomen. Ja, en daar zijn we heel blij mee. Heel goed besteed, kan niet anders zeggen. Alle dingen die René nodig had, die hebben we kunnen realiseren. Zoals de hele aanbouw. En daarin alles precies zoals hij het graag wil hebben. Of kapping, aanbouw, de bus, inderdaad. Heb jij nog iets over kapping, aanbouw? Ja, goede faciliteiten in de aanbouw, dat is denk ik ook wel belangrijk. Dat bedoel ik met die faciliteiten. De beamer. René heeft een hele mooie beamer. Ja, daar is hij super blij mee. René kijkt de voetbal op, maar ook elke avond liggen de kinderen bij René op bed. En die kijken ook met de beamer mee. En dan kijken ze samen een leuk film. Het is fijn dat René thuis kan wonen, een onderdeel van ons gezin. Mede dankzij de zorg die we hebben. Dat was ook een heel geregel, maar we hebben nu ongeveer een team van 10 mensen. 24 uur per dag zorg. Zoals je misschien al ziet, doet René continu de duim omhoog. Dus dat betekent, ik snap het, het is goed. Maar wij communiceren middels een letterkaart. 1, 2, H, H, I, J, K, J. Journaal. Wij weten niet hoe de toekomst gaat lopen. Maar soms durven wij te dromen. En ik denk, in die dromen denk je misschien soms vooruit. Wie weet dat we over 5 jaar wel weer iets kunnen betekenen in de maatschappij. Nou, wat wil je nog meer? Wat een goed verhaal. Je kunt niet zeggen dat het een slecht verhaal is. Kun je ook nog een beetje lachen?